Ik zou jullie meer over vertellen over de Breast Trial. Dat is eigenlijk een nieuwe studie die nu net begonnen is over een nieuwe manier van borstreconstructie na het verliezen van de borst naar borstkanker. Job heeft net alles eigenlijk ingekaart. Er zijn meerdere opties die een vrouw heeft na het verliezen van een borst om die te reconstrueren. Dat zien we hier op het plaatje. Met name zijn er heel veel reconstructies mogelijk. Dus met eigen weefsel wat verplaatst wordt van de billen, van de buik of de rug naar de borstregio. Of dat de borst opnieuw opgevuld wordt, maar dan met prothese, niet met eigen weefsel. Meestal wordt de patiënt die een borstreconstructie wil ondergaan na borstamputatie geconfronteerd met de volgende vraag eigenlijk. Wat voor nieuwe borst wil ik? En op dit moment grofweg zijn er twee opties. Patiënten die per se met eigen weefsel borstreconstructie willen, die zullen kiezen voor een eigen vrije lab, zoals de Deep Lab of de FTP die net besproken zijn. Dus echt een stuk weefsel met huid, vet, soms met spier die getransplanteerd wordt van een lichaamsdeel naar de borstregio. Andere patiënten die geen grote operatie willen ondergaan of die niet genoeg buik hebben of niet genoeg andere weefsel aanwezig hebben die een borst van kan maken, die kiezen voor een prothesereconstructie. Maar echt een optie tussenin zat er tot heel recentelijk niet. En dat bieden we eigenlijk met deze studie. Deze techniek die heet autologe vettransplantatie. Ook bekend onder de naam lipofilling. Met een soort externe tissue expander. Die wordt sinds heel kort gebruikt wereldwijd om volledige borstreconstructie te maken. Dus eigenlijk met liposuctievet. Vet die je verkrijgt door liposuctie van de billen en de buik. Die geïnjecteerd wordt naar de borstregio. En op deze manier hebben we eigenlijk een oplossing tussenin. Dus een niet heel ingrijpende operatie. Waar je toch met eigen weefsel een borstreconstructie kan krijgen. Dit is een beetje hoe het eruit ziet. Dat is een externe tissue expander. Heet de Brava in dit geval. Een soort zuignap die op de borst wordt geplaatst. Wordt een paar weken gedragen en zorgt voor heel veel zwelling van de borstregio. En die zwelling zorgt wel voor meer ruimte welke je eigenlijk vol kan spuiten met eigen vetweefsel. Zoals op het tweede plaatje. Dit is nog een keer een plaatje van hoe dit eruit ziet. De patiënt kan het dragen aan de ene kant, aan beide kanten. En wordt meestal 's nachts aangebracht. Dus hoef je niet overdag mee te lopen. Ja, dit is eigenlijk hoe een verwijderde borst eruit ziet in de loop van de tijd. Jullie zien aan de linkerkant die plaatjes waar die zuignap helemaal leeg is. Maar langzamerhand wordt de huid en weefsel eigenlijk opgezwollen. En aan het eind is het helemaal vol om eigenlijk een vetinjectiebehandeling te ondergaan. Dit is eigenlijk een foto van Italië van een andere chirurg die bij een patiënt met dubbelzijdige borstamputatie deze behandeling toepast. Dus dit is het plaatje na één sessie, dus na één vetinjectieoperatie, na twee operaties en na drie operaties. En hier zien we een beetje min of meer het terugkomen van een borst, net zoals wat je met prothesereconstructie zou krijgen. Natuurlijk is deze zonder tepels, maar dat kan altijd in een tweede operatie worden hersteld. Nou, over deze studie. Deze studie gaat om eigenlijk het uitzoeken of deze nieuwe techniek effectief en veilig is. Omdat nu wereldwijd nog niet heel goed aangetoond is of dit echt een goede optie zou zijn om bij iedereen te gebruiken. Dus wat we gaan doen is we gaan 200 vrouwen in het hele land verzamelen die een borstreconstructie nodig hebben. Maar die ook bereid zijn om geloot te worden of naar een prothesereconstructie of met deze nieuwe techniek. En gaan we dan de resultaten analyseren. Ik moet zeggen, dat is wel een heel lastige keuze. Natuurlijk omdat de meeste vrouwen wel een keuze willen maken. Ik wil met eigen weefsel of met prothese. Maar in deze studie zullen we toch patiënten uitkiezen die min of meer voor een prothesereconstructie als enige optie hebben of willen. En daar bieden we ook kans op deze nieuwe behandeling waar je wel eigen weefsel krijgt. Dus hetzelfde resultaat, maar met eigen weefsel. En hier is nog een keer de behandeling, hoe dat eruit ziet. Dus bij een vrouw wordt eerst liposuctie verricht, hier op het plaatje vanuit de buik.
wordt die zuignap van tevoren gedragen. Zorg voor extra zwelling. Dus dit is het weefsel in het begin. Dit is het opgezwollen weefsel. En hier is de patiënt eigenlijk klaar voor de vetinjectie. Daarna draag je nog dat apparaat na om het te beschermen. En je krijgt, als het goed is, na gemiddeld 3 operaties een volledige borst met eigen weefsel. De andere groep die dus niet voor deze behandeling wordt geloot, die krijgt eigenlijk de standaardbehandeling, het meest toegepaste, dus prothese-reconstructie, waar het min of meer hetzelfde gebeurt, maar alleen wordt een tissue-expander van binnen opgevuld met fysiologisch zout. En uiteindelijk wordt het vervangen met echte siliconen prothese. Nou, wat gaan we eigenlijk meten bij deze studie om aan te tonen dat deze behandeling eigenlijk effectief en veilig is? We gaan alle patiënten die deelnemen vragenlijsten uitdelen, zodat ze op ieder moment invullen hoe het met hen gaat qua tevredenheid, kwaliteit van leven, tevredenheid met de borsten. Ten tweede gaan wij als chirurgen nog een aantal metingen doen om vast te kunnen stellen of de reconstructie eigenlijk geslaagd is, of symmetrie is ontstaan van de borsten, en of voldoende volume is bereikt met beide technieken. En dat gaat gebeuren met een speciale 3D-camera die hier aanwezig is, maar ook in alle ziekenhuizen nog geleverd is. Dus daarmee maak je een foto, eigenlijk een 3D-foto van een patiënt. En je kan van alle kanten draaien en bekijken, allemaal metingen doen en de volume nameten. En er is heel veel mogelijk in ieder geval. Ten slotte gaan we nog de huidelasticiteit, dus de huidkwaliteit, meten bij beide groepen. En zoals in het eerste plaatje is verteld, omdat het om vrouwen gaat die borstkanker hebben gehad, gaan we natuurlijk ook alle patiënten vervolgen of er dan in de toekomst borstkanker terugkomt. Maar dit is meer uit veiligheidsredenen. Nog een keer, wie komt in aanmerking voor deze studie? Wie gaan we eigenlijk behandelen? Dat zijn eigenlijk 3 groepen patiënten. De eerste is patiënten die eerder vanwege borstkanker een reconstructie hebben gehad met protheses, die met klachten terugkomen en eigenlijk prothesevervanging moeten ondergaan. Die kunnen we laten loten voor een van beide behandelingen. Dus de standaard behandeling voor klachten bij prothesereconstructies is opnieuw protheses plaatsen en de kapsel van de protheses verwijderen. En dus deze vrouwen kunnen 50% kans verwachten dat ze dan in de groep ook van een nieuwe behandeling terechtkomen, waar je dit nooit zou hoeven ondergaan. Dus nooit meer prothesewissels en klachten van zou kunnen verwachten. Ten tweede zijn patiënten met borstamputaties naar borstkanker die wel een reconstructie willen, maar niet echt een duidelijke wens hebben om met protheses of met eigen weefsel te ondergaan. Dus die zullen ook geen bezwaar kunnen hebben tegen de loting. En de derde groep vrouwen zijn vrouwen met verhoogde risico borstkanker, wat ook wel eens voorkomt, die preventief borstamputatie moeten ondergaan. En als die dan ook interesse hebben in de studie, geen bezwaar hebben tegen een van beide behandelingen, dan mogen ze ook meedoen. Waar wordt de behandeling uitgevoerd? We hebben het eigenlijk heel belangrijk gevonden om dit toch in het hele land aan te bieden. En er wordt dus in 6 ziekenhuizen uitgevoerd. Dus hier in Maastricht, waar de studie is opgezet, maar ook in Den Haag, Amsterdam, Bilthoven, Hengelo en Breda. Dus patiënten die interesse in hebben, kunnen eigenlijk in alle deze ziekenhuizen terecht voor informatie en uiteindelijk deelname. Voor geïnteresseerden, we hebben een website opgezet waar alle patiënten en verwijzers en artsen eigenlijk informatie over kunnen vinden. Dat is www.thebreasttrial.com. En we hebben in alle ziekenhuizen die deelnemen nog brochures liggen met meer informatie.